presentatie vond vanmiddag plaats in partycentrum De Keizershof in Ommoord. Op de lijst enkele nieuwe namen, maar vooral veel oude bekenden. Het verkiezingsprogramma ziet er ook bekend uit. Issue nummer 1 is veiligheid. Het allerbelangrijkste voor Rotterdam is veiligheid. En Leef van Rotterdam is de enige partij die veiligheid op 1 heeft staan. Hoewel het huidige college ook veel werk maakt van veiligheid en de stad redelijk scoort op de veiligheidsindex, is het volgens Pastoors niet genoeg. Het Leefbaar College heeft de stad van een 5,6 naar een 7,2 geholpen op de veiligheidsindex. En nu is de stand weer een 7,2. Dus 4 jaar niet leefbaar aan de macht heeft het veiligheidsbeleid niet vooruit geholpen. Andere onderwerpen die de partij belangrijk vindt zijn onderwijs en economie. De scholen in Rotterdam moeten meer gaan lijken op die in België, waar nog discipline heerst. En verder moet de koopkracht van de Rotterdammers omhoog en het aantal ambtenaren omlaag. Het probleem van de Nederlandse overheid is niet dat er te weinig geld is en te weinig mensen, maar te veel geld en te veel mensen. Dus wij willen geld teruggeven aan Rotterdammers, €500 per jaar aan elk huishouden en 20% minder ambtenaren. Bij de vorige verkiezingen sloot Leefbaar samenwerking met de Partij van de Arbeid nog uit. Maar dit keer houdt Pastoors die deur open. Als het moet, dan willen we deze keer wel met de Partij van de Arbeid samenwerken. Omdat het niet goed is voor Rotterdam als Leefbaar in de oppositie zit. Het is veel beter voor Rotterdam als wij in het college kunnen, als wij wethouders kunnen leveren. En desnoods doen we dat met de Partij van de Arbeid. En Dominique Schreier heeft daar niet zo heel veel zin in, heb ik ook al begrepen. Heeft u dat ook al gehoord? Nou, hij zegt dat, maar dat is zoals gewoonlijk bij de Partij van de Arbeid. Ze zeggen het een, ze doen het ander. De Partij van de Arbeid wil niets liever dan met Leefbaar regeren.